Yes, Nou. het is gelukt. Dat zei je He, dan. Ja, we hadden even opstartproblemen, maar nu oh. blijkt het ineens vlekkeloos te gaan. Dus perfect. Gaat net zo soepel als de challenge. Ja, precies. Nou, off to a great start, Ja, tof. Fantastisch. Allereerst, superleuk dat je hier vandaag met me wilt zijn, Bas. En ik zei het net al even in mijn vorige live, toen het nog niet zo goed werkte. Voor iedereen die hier vandaag is, dit is jullie moment om aan Babs te vragen wat haar ervaring is over de challenge. En daar zal ze vandaag zeker ook even over vertellen. Ik kan jou gewoon Babs noemen, toch? Is dat echt jouw naam? Zeker. Ja, dat is echt mijn naam, ja. Dat is cool. Dank u. Ja, superleuk. Ja. Nou, laten we van start gaan. Ik heb het idee dat je zit op dit moment 3 weken in de challenge en je hebt volgens mij al een heel leven aan ervaring opgedaan. Ja, dat klopt zeker. Er is een wereld voor mij opengegaan. Ja. Ja, iets wat ik nog Heel niet wist bizar. dat er bestond. En ja, dat is echt onwerkelijk. Dat zelfs ik. Ja, je zei het al heel mooi in je vorige podcast ook allemaal. Als ex-psycho-junkie, dit kan doorstaan zonder enige vorm van moeite. En ja, dat het eigenlijk best wel vlekkeloos loopt. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ja. Ja, en ik zat nog eens even terug te denken aan, hey, hoe is dat nu gekomen? Ik weet dat je op een gegeven moment in mijn DM zat en het was bijna zoiets van, oh my Ja. god, ik herken me ongeveer in alle communicatie die jij verspreidt. Ja, Wat is klopt. dit? Waar kan ik meedoen en hoe moet dat? Vertel Ja, even, zeker. waar herkende jij je in? Wat was jouw situatie voordat jij mij tegenkwam? Oh, dan ga ik meteen echt heel diep door het stof. Ik was net naar het tankstation geweest om een zak erop te halen, want de Jumbo was al dicht. En toen zat ik in mijn auto en toen kwam ik op Instagram terecht. En toen zag ik in één keer jouw post voorbij komen. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is precies waar ik last van heb. Oh, En wat ja, eigenlijk onder het genot van een zakdrop, ik denk, ja, weet je, dit moet echt een keer afgelopen zijn. Ik wil dat dit verandert. Ik weet dat het niet goed voor me is. En ik heb al meerdere pogingen gedaan om te stoppen met snoepen, met minder suiker eten. Maar het lukte me elke keer niet. En ook wat je zei van elke keer dat straffen en elke keer jezelf schuldig voelen als je iets gegeten had. Ja, op een gegeven moment gaat dat ook een beetje op je mind, gaat dat werken. Van waarom lukt het mij niet? Waarom kan iedereen dit wel? En eigenlijk hoe jij het beschreef, dacht ik van, hé, wacht eens even. Er is toch nog wel ergens hoop. Misschien wel mijn laatste. Dus vooral dat exporten, dat sprak me heel erg aan. Ik ben ook een exporter. Ik heb heel hoog wedstrijd gezwommen. En eigenlijk, ik heb mezelf altijd verloren in pasta's en ik kwam geen gram aan. En sinds een blessure ja, is dat eigenlijk gewoon bergafwaarts gegaan. Ook het schommeling in gewicht. Maar ook die cravings bleven heel erg. Ja, en nogmaals, onder het genot van een zak drop kwam ik op jouw Insta terecht. En toen dacht ik, oh mijn god, dit moet het wel zijn. Dit, als ik het zo lees, als ik het zo ervaar, je eerste podcast geluisterd. Ik denk, ja, dit wordt een match made in heaven. En zelfs ik ga dit kunnen. En tada, het lukt. Ja, echt heel bizar. En inderdaad ook mooi wat je schrijft, want ja, altijd natuurlijk veel wat je schrijft, wat je zegt, altijd natuurlijk heel veel gesport. En Ja, dat doe je volgens mij klopt. nog steeds heel veel, want ik zie jou elke dag crossfitten om heel Ja, vroeg in de ochtend. klopt. Ja, en dat is dan soms ook een beetje die soort van mismatch of zo die je kunt ervaren. Dat je denkt van, hey, hoe kan ik zoveel discipline hebben om elke dag bijvoorbeeld zo vroeg op te staan en te gaan sporten, maar het Ja. dan in de loop van de dag wel verliezen op het gebied van voeding. En dat in je hoofd Ja. rijmt dat ook gewoon niet. Ja, dat herken ik zeker. En vooral, ja, ik heb altijd wel het geluk gehad dat ik best wel mijn postuur mee heb gehad. En daarin herkende ik me ook heel erg in het verhaal wat jij schreef. Ik hoef niet minder suikers te eten om af te hoeven vallen, maar om intern gezonder te worden en vooral mijn mind helderder en rustiger te krijgen. En vooral dat aspect van de challenge, dat sprak mij heel erg aan. En ik merk dus bijvoorbeeld ook met het sporten dat ik nu super gefocust ben. Normaal, ik krijg zeg maar 's morgens een bord en daar staan de oefeningen op die wij uit moeten voeren. Normaal moest ik het bord echt 10 keer lezen en ik snapte er nog de helft niet. En ik deed nog ja, sommige oefeningen dat ik door elkaar heen haalde. En nu is het gewoon echt stuk, je kijkt naar het bord toe, tak, 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 tak. Oké, okay, focus daaraan. Ja, en ga met die banaan. En je hebt daar ook weer de energie voor. Dus dat vind ik echt super tof. Ja, oh wat vet. Merk je het ook al in je sportprestatie, Ja. zeg maar? In je, Ja. ja.
Ja, duidelijk. Vooral, Oh, ontzettend. we hebben vandaag bijvoorbeeld heel erg intervaltraining gehad. En ik zag echt dat mijn hartslag piekte op een gegeven moment de 193. En echt binnen 1,5 minuut was hij weer terug naar 140. Ja, dat was Wauw. gewoon. Ja, je zag gewoon echt. Ja, dat dat dus ook met je lijf gebeurt. En normaal zou ik echt in paniek raken. Je gaat meteen, vooral toen ik veel suiker at, meteen in zo'n. Ja, van panic breathing noemen wij dat altijd. Van, oh, wat overkomt mij? En Jezus, dit is echt te heftig voor mijn lichaam. Ik kan het allemaal niet. Ja, en uiteindelijk ga je jezelf troosten. Omdat je dus net die oefening niet helemaal hebt gemaakt. Dan denk ik, ja, maar ja, toch, ik heb toch wel die reep verdiend. Dus ik vreet hem toch wel op. Ja, en Ja. dat heb je dus nu gewoon niet. Want je haalt gewoon en je doelen met je sporten. Maar ook na het sporten heb ik dus niet meteen de behoefte om te eten. En niet meteen de behoefte om mezelf op vol te proppen. Omdat Nee. ik gesport heb. Ja. Ja, precies. En daarin misschien ja, iets minder diep gegaan zeg maar, in je bloedsuikerspiegel, omdat die nu beter is om zichzelf te reguleren, waardoor ook niet die Ja. soort van extreme craving na het sporten komt, maar je eigenlijk gewoon normaal kunt eten. En dat je denkt, oké, en nu begint mijn dag. Ja, klopt. Eens. Ja. En Eens. wat vind ik wel interessant, en dat zoveel mensen stellen die vraag ook. Heb jij nu specifiek iets voor het sporten? Want jij doet CrossFit voor Nee. iedereen. Oh. Ja. Ik sta 's morgens om 5 uur op. En de les begint om 6 uur. Ik ben altijd al een lege maag sporter geweest. Maar vaak at ik voor het sporten wel een halve banaan. Nou, en nu als ik het nu eet, dan ga ik helemaal door het dak heen. Dus ja, dat doe ik eigenlijk niet. En als ik klaar ben met sporten, neem ik mijn douche. Dan, ik heb konijnen, ik verzorg mijn konijnen. En ik ga naar mijn winkel. Ik bereid mijn winkel voor tot de opening van de dag. Ga 9 uur open. En mijn ontbijtmoment is vaak 9:30. Dus dan ben ik Ja. eigenlijk al vanaf 5 uur in de weer. Zonder eigenlijk het gevoel van honger te hebben. Dus ik moet me dan ook wel echt toezetten om een maaltijd te nemen. Maar als ik eenmaal aan het eten ben, dan denk ik van, oh ja, lekker. En ja, ik kan mezelf dan wel even helemaal volproppen. Ja. Ja, precies. Maar dan heb je inderdaad, dan ben je al 5 uur in de weer en heb je al een workout achter de rug. Dus Ja. dan mag het ook wel. Ja. Ja, nou dat was vroeger echt anders. Want als ik dan van het sporten vandaan kwam en ik moest bijvoorbeeld mijn winkel openen en ik had al meteen een klant, dan had ik echt zoiets van, oh Jezus, had je niet een half uur even later kunnen komen? Ik moet eigenlijk nog even ontbijten, ik moet nog eten. Oh, en ik wil graag eten, en kun je misschien even opschieten? Dat ging dan altijd in je hoofd van, ja, die drang van, just, ik sta ook de hele dag tussen eten, van, oh, ik wil het, ik wil het. En ja, dat heb ik nu eigenlijk helemaal niet. Het is echt, Ja. dat is gewoon bizar. Kijk, dat zijn gewoon al die gedachten en zo, die zijn er nu niet. Nee, klopt. Terwijl ik echt Ja. letterlijk met mijn neus de hele dag tussen de pindarotjes en de kaas sta. Ja. Ja. Nou, echt. Daar alleen al. De grootste uitdaging bevindt zich daar in jouw gezichtsveld. Ja. Ja. Ja, klopt. En Wauw. daarom was voor mij ook eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik had ook mede daardoor van hoe ga ik hier in vredesnaam mee om? Want je staat de hele dag tussen je voeding. Hoe kan ik het zo krijgen dat voeding niet het belangrijkste deel van mijn dag wordt om te moeten eten? En ik dacht, ja, dat gaat mij nooit lukken. Maar sinds je die suikerspiegel dan stabieler hebt, je bent niet de hele dag met dat eten bezig. En dat is zo, ja, bijna verademend, zo fijn. Ja, nou, ik kan het me helemaal voorstellen, want het is grappig dat jij het zegt. Mijn vader heeft een groente- en fruitwinkel en daar heb ik echt jaren in gewerkt. En Oh, met de tof. jaren dat wij die winkel hadden, op een gegeven moment ook zo'n hele afdeling met inderdaad al dat soort suikere dingen. Pindarotjes en allerlei luxe snacks omwikkeld met nou, van die pinda's Chocolade. en zo en chocola. En dan stond je dat soms in te pakken, ook in die periode inderdaad, dat ik echt vol aan de suiker zat. En dan, nou joh, dan kon je gewoon niet stoppen. En die geur en de hele tijd daarin zijn en de hele tijd ermee bezig Ja. zijn. Ja, en vooral als je die eerste neemt, ja, Ja, dan ga je gewoon overstag. En dat moet ik dus ook wel even zeggen tegen de mensen die nu aan het kijken zijn. Ik heb dus na week 2 mochten we weer fruit eten. En ja, ook dat fruit, dat was zo mega zoet. Ik kan me dus gewoon niet meer voorstellen dat ik dus mango met agavesiroop nam. Omdat ik de mango gewoon niet zoet genoeg vond. Ik schaam me er bijna voor om het te zeggen. Hè? Maar dat is dat, ik vind het zo bijzonder. En ik zei ook tegen mijn man, ze moet je eens proeven. Die mango is zo lekker. Die is zo zoet. En hij zei, ja, het is gewoon mango. Toen dacht ik echt, Heb huh? je het ook? Wat gebeurt er met me? Ja, dat was Ja. heel grappig.
Oh, echt heel grappig, ja. Hey, en ook heel eventjes terug in de tijd. Toen jij dus mij tegenkwam en mijn kanaal, toen dacht je, oh my god, een suikervrij challenge. Ja. Vond jij het spannend? Had jij zoiets van, oeh, ik weet niet of het wel kan? En wat ging daar allemaal door je hoofd? Ja, het was voornamelijk bij mij wel van, ik heb al zo vaak gefaald op dit gebied. Dit zou misschien ook wel weer een mislukking kunnen worden. Alleen, ik ben me eigenlijk meteen, en dat ben ik misschien ook wel als persoon, meteen gaan verdiepen, ook in jouw verhaal en waar jij vandaan komt. En met je topsport. En toen dacht ik, wacht, we hebben zoveel raakvlakken. Waarom zou het Lieke dan wel kunnen lukken en mij niet? Ja, en dat heeft mij eigenlijk de drive gegeven om me toch aan te melden en te zeggen van, dit gaat misschien wel het beste cadeau van 2021 aan mezelf worden. Ja, dus daarin vol gas ervoor. Ja, en weet je, laten we het gewoon maar weer proberen. Nou, en eigenlijk na dag 4 werd het proberen van het, wat ik ook schreef, van het niet mogen. Van ik mag geen suiker, dus eet jij het maar op. Van ik wil geen suiker en ik voel me zoveel beter dan. Ja, en toen kwam eigenlijk de motivatie door te zeggen van, ik ga hiermee door. Het voelt lekker, ik voel me goed, ik voel me fit, ik slaap veel beter. Mijn rusthartslag is gewoon nu met 9 slagen al naar beneden gegaan. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat dat in dag 30 dan met brengt. En ja, vooral mijn nachtrust, dat vind ik echt, dat vind ik zo bizar. Ik ben echt geen remslaper, nooit geweest. Nou, en ik lig gewoon mijn halve nacht gewoon in mijn remslaap, dus... Dat is ook al, ja, ik vind dat heel bijzonder om te merken. Ja. Zoveel meer tot rust, waardoor Ja, jij ook klopt. rust en herstel kunt pakken. Ja. Ja, zeker. Ja, en dat slaat dan ook wel weer positief uit op, ja, op de CrossFit, op mijn dagelijkse werk. Je hebt gewoon meer energie en je hebt gewoon ook echt zin in de dag. Dat je denkt van, nou, kom maar op en let's go. Ja, precies. En toen jij dus het besluit nam eigenlijk om dit dan te gaan doen, in aanloop daarnaartoe. Had je weerstand van anderen of merk je dat je dat ja, lastig vond? Of misschien nu wel zelfs commentaar van anderen? Hoe doe je dat? Ja, nou, ik heb er echt best wel, nou ja, last wil ik niet zeggen, want ik ben wel iemand die, ja, niet zo heel snel iets aantrekt van wat anderen vinden en wat anderen, ja, beter vinden of raar vinden. Maar ik heb zeker veel weerstand in mijn familie gehad. Vooral mijn moeder en mijn vader, die zeiden alle twee van, oh jij, dat gaat jou sowieso niet lukken. Jij als kind zijnde, toen je kon praten, zei je alleen al meer. En snoep, zei ze, dat was een van de eerste woordjes die jij kon spreken. Dus ja, dat gaat jou niet lukken. En het is niet voor mezelf dat ik mezelf daar tegenover hun moest bewijzen. Maar ik heb nu wel zoiets van, nou zie je wel, dat het dus niet alleen je mindset is, maar dat het ook gewoon een gevoel is. Dat gewoon zoveel meer ja, teweeg brengt en dat je hierop door wilt gaan. En ja, dat eigenlijk gewoon bijna zonde is dat zoveel mensen het niet zo voelen en niet zo doen. En ja, ik heb een man, ja, ik durf ook hardop te zeggen, hij zit naast me, maar die is ook zwaar suikerverslaafd. En hij support me wel, hij vindt prima. Ik kook ook elke avond, omdat ik dan gewoon zeker weet wat er in mijn voer zit, wou ik zeggen. Maar in mijn eten zit. En hij eet dat ook mee, maar hij zit ook gewoon ongegeneerd een zak pepernoten naast mijn hoofd leeg te eten. Of een ja, ik heb hem hier naast me liggen. Een doos Sinterklaas chocolade. En dan zegt hij, oh ja, dat mag jij niet, hè? En dan denk ik bij mezelf, ik heb er niet eens zin in. Je doet maar. En normaal zou ik het uit de doos kijken. Ja, en ja, had ik misschien de helft al opgegeten. Misschien de andere helft nog wel voor hem laten zitten. Maar ja, dat is gewoon niet meer. Ja, Ja, dat het afneemt. en dan de weerstand. Vooral die mensen zeggen, ik zeg het ook in mijn winkel dat ik daarmee bezig ben. De weerstand die ik voornamelijk krijg is van, goh, mag je dan überhaupt nog wel wat eten? Oh Of, ja. ach, ach, oh, vind je het niet vervelend? Oh, ik krijg echt wel een beetje medelijden met je. Dat ik dan Ja. denk, hoezo? Ik voel me beter, je bent energieker, je slaapt beter. Ik wil bijna zeggen, dat zou je zelf ook eens moeten doen. Maar ja, het is zo normaal hier in Nederland om dit allemaal tot je te nemen of zo, dat je eigenlijk gek bent als je het niet doet. Ja, Ja. dus ja, dat vind ik zelf heel verbazingwekkend. Ja, en vooral dat is een hele goede die je daarnet noemt. Wat heel veel mensen zeggen van, oh, maar wat kun je dan nog wel eten? Want overal Ja, zit toch. Ja, het zit. klopt. Maar nee, je gaat juist veel meer terug naar de basis. Die basis gaat ook nog veel lekkerder smaken.
Ja, klopt, zeker. En wat mij dus gewoon echt opviel, en dat was vooral in die eerste week, omdat we natuurlijk en je etiket te lezen gekregen hadden, waar ik heel veel steun en heel veel houvast aan heb gehad. Maar ook in die Facebookgroep, waar wij natuurlijk ook al met z'n allen in zitten, dat we zelfs tot de conclusie kwamen dat eigenlijk qua suikers wit brood gezonder is als bruin brood. Omdat er in de meeste bruine broden, volkoren broden, dat daar gewoon suiker aan toegevoegd wordt. En vaak ook nog twee of drie verschillende om het kleur te geven. Ja, dan krijg je gewoon bijna kortsluiting. Ja. En vooral om een Ja. diëtiste zegt, je moet bruin brood eten, want dat is gezond. Dus wat doen mensen die Ja. gaan bruin brood eten? Want het is gezond. Ja. Zonder naar te kijken. Ja. Klopt, klopt. Ja, dus het is echt een eye-opener voor mij geweest. Ja, vond je en vind je de Facebookgroep daarin een waardevolle steun ook in dit proces voor jou? Ja, zeker. En vooral buiten dat we berichten plaatsen, hebben we ook wel eens met Messenger wat contact met elkaar. En ook via Oh, leuk. Instagram heeft de groep wat contact met elkaar. Dus dat is sowieso heel tof. En het motiveert ook, want weet je, vaak deel je op social media alleen maar succesverhalen. En in onze Facebookgroep wordt er dus ook gezegd van, goh, ik heb twee lepels blanke vla of vanillevla, ik weet niet eens meer wat was gisteren. Maar ik voelde het me niet schuldig over. Ik vond het nog best wel lekker, weet je wel. Maar ik heb niet het hele bakje leeg gegeten. Dat ik dacht van, oh, het is zo puur. En het is zo, zo echt. En dan denk ik ook van dat je altijd een eerlijke spiegel naar jezelf toe kan houden. Dat het ook niet erg is als je een keer een foutje maakt. Maar dat juist zo'n groepje ook helpt van, goh, je bent hier echt niet alleen in. En vooral je zag in de eerste, vooral in de tweede week. Ja, dat was zoveel weerstand dat ja, en dan dacht ik van je gaat daar gewoon niet alleen doorheen, en dat is wel gewoon heel fijn. Precies, ja, en dat is ook exact inderdaad het idee van die groep, omdat net als wat jij net al noemde, met die weerstand uit je omgeving of mensen die het niet begrijpen, en dat je dan toch een beetje dat gevoel creëert van hé, wij doen het allemaal wel even anders en wij zetten deze lijn in en ondanks met vallen en opstaan, we doen dit wel, maar we steunen elkaar hierin. En dan voel je inderdaad de enige vreemde eend in de bijt net in je eigen sociale omgeving. Ja, en ik zie nou toevallig in de chat krijg je bijvoorbeeld de vraag, maar kun je dan helemaal zonder suiker? En hoe doe je dit dan op verjaardagen van anderen? Nou ja, ik heb nou wel een beetje de goodwill in mijn familie gecreëerd dat ze ook daarmee rekening willen houden. Ik heb zelf vaak ook een survival pack in mijn tas met gewoon wat snackies zoals een nootje. Maar als ik heel eerlijk ben, als ik gewoon mijn basismaaltijden neem, 3 keer per dag, heb ik eigenlijk ook geen zin om iets te pakken op die verjaardag. Dan neem je wel gewoon een glaasje thee. Of dan neem je wel gewoon een glas water met een citroentje bijvoorbeeld. Maar dat is dan voor je gevoel eigenlijk al wel genoeg, nu in ieder geval op dit moment. Ja. Precies, ja. En dat En is ik denk eigenlijk dat. die ik daar verspreid van, hey, die suikervrijheid is er om af te kicken, maar daarna hoop ik dat je balans vindt en dat je Ja. inderdaad van hele specifieke momenten gewoon een keer kunt genieten. En ja, oké, Zeker. een taartje van verjaardag eten. Ja. En ik denk dat dat gewoon ook een beetje de essentie van de challenge is. Dat je zelf bewust maakt waar het allemaal in zit. Hoe je een gezondere en meer een balanskeuze kan maken. En wat je ook in het begin al tegen ons zei, is van dat het nu specifiek over suikers gaat en niet over het schone eten. Of niet in één keer letten op hoeveel vet je binnen gaat krijgen. Of hoe in balans je maaltijden zijn. Dus dat je je eigenlijk echt focust op één punt. En dat is gewoon bewust worden hoeveel suiker je eigenlijk tot je neemt op een dag. En heel veel mensen in mijn omgeving zeggen ook van, huh, maar jij eet toch eigenlijk niet zoveel suiker? Ik zeg ja, ik ben sowieso een stiekem snoeper. Geef ik eerlijk toe. Is mijn vader ook, is mijn moeder ook, is iedereen in onze familie. Want iedereen is aan de zware kant en niemand snoept. Nou ja, 1 en 1 is 2. Dat kan gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Het lukt gewoon niet. Al onze ochtendjassen hebben zakken aan de binnenkant. Rara, wat verdwijnt daarin? Ja. Maar dat is dus bij mij ook met de paplepel ingegoten. En ook bijvoorbeeld een heel mooi ding wat jij benoemde in je podcast is, wij vieren het leven met eten. En Ja. wij werden ook thuis heel vaak getroost met koek of met snoep of met dat soort dingen. Dus ik ben het eigenlijk ook gewoon heel normaal gaan vinden dat je gewoon een hand erop neemt. Waarom één? Je kan er ook een hand nemen. Ja, en
na dat handje denken, oh, ik heb eigenlijk gewoon nog wel zin in een hand. Zou ik het doen of zou ik het niet doen? Ja, dat pak is zo groot, dat merkt niemand, weet je? Zo, en ja, toen merkte ik ook echt dat het bij mij een beetje bergafwaarts ging. En ook dat mijn focus een beetje wegging. Mijn slaap werd gewoon een stuk minder. Mijn prestaties met sporten werden minder. Het kon me allemaal ook een beetje, ja, dat ik zeg van, het kan me ook allemaal niet meer zoveel schelen. Ik werd een beetje overprikkeld. Wat ik dus ook toen zei met mijn menstruaties. Ja, manisch wil ik niet zeggen, maar ik had echt wel mood swings. Dat ik af en toe echt zoiets had van, nou, als dit vrouw zijn betekent, dan was ik liever een jongetje. Ja. En dat merk ik nu al. Dus dan zit je pas in week 3. Ja, dat al zoveel rustiger is. Ja, dat vind ik heel mooi om mee te maken. Ja, bizar. Ja, En dan, dat vind ik echt tof. Dat jouw menstruatie er ook al precies tussen is gevallen. Waardoor je al die rust veel ervaart. Ja. Bizar inderdaad. Want uiteindelijk heb je nu eigenlijk al heel veel van de voordelen genoemd. Maar dat was ook echt zeker een vraag aan jou. Wat merk jij allemaal dus nu van minder suikers eten? Nou, voornamelijk dat ik minder geld kwijt ben aan het einde van de maand. Nou. Nee, ja, dat is maar een. Ja, het is wel zo. Ik ben me sowieso veel fitter gaan voelen, veel vitaler. Je merkt dat je strakker wordt, wat jij ook al zei. Je merkt dat je toch vooral bij je buikvet. Dat allemaal wel in gang wordt gezet. Dat je een beetje op je reserves aan het teren bent. In de goede zin van het woord. Want je krijgt natuurlijk wel je hoeveelheid calorieën binnen. Alleen op een andere manier. Ik ben niet meer manisch naar suiker. Dus ik ben niet de hele dag bezig van, oh, wat ga ik over een half uur eten? Of, oh, is er nog wat lekkers in huis? Of, ik moet wat bij de thee, want anders smaakt de thee niet lekker. Ja, dat is er al niet meer. Ja, en wat merk ik nog meer? Ja, mijn slaap blijf ik zo bizar vinden. Ik ben altijd best wel een slechte slaper geweest. Ik sliep soms echt 4,5 uur op een nacht. Ja, nu kan ik gewoon 8 uur aan één stuk doorslapen zonder dat ik wakker word. Ja, ik vind dat echt wat. Ja, ik vind dat vind ik heel bijzonder. Ja, precies. Ja. Ja. En dat doet natuurlijk ook zoveel in je dag als je een goede nacht hebt gehad. Ja, klopt. Klopt. Ja, je kan overdag ook gewoon veel meer aan. Je kan gewoon veel meer handelen. Dus ja, dat vind ik sowieso een hele mooie benefit. Even denken hoor. Ja, ik heb zoveel eigenlijk positieve dingen. Mijn stoelgang, echt, dat is ook echt zo top. Normaal moest ik een stoel in de gang zetten om een stoelgang te krijgen. Maar nou is het echt, iedere dag, iedere ochtend is weer een feestje. Dat ik denk van, oh, het is ook allemaal gewoon op een goede natuurlijke manier. Ja, dat is sowieso fijn. Ik ben veel minder opgeblazen. Ik heb ooit wel eens gehad dat iemand mij feliciteerde en vroeg hoe lang ik nog moest. En toen dacht ik, nou, ik ben 3 dagen niet naar het toilet geweest. En ik heb gewoon zoveel last van mijn buik. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ja, gewoon helemaal niks. Gewoon helemaal niet meer. Nee. Dus ja, dat vind ik al heel mooi. Ja, ja. Ja, en dan is het pas week 3. Dat is eigenlijk bijna onbeschrijfelijk. Ja. En dan inderdaad ook al die voordelen die je net benoemde met betrekking tot je menstruatie. Ja. En dat je daarin eigenlijk ook gewoon wat smoother daardoor heen gaat. In plaats van wat je zegt van die extremiteit. Dat je denkt, oh, ik word gewoon naar van mezelf. En de hoeveelheid prikkels die ik krijg. En hoe geïrriteerd je van iets kunt worden. En dat je daar dan zelf geïrriteerd van raakt. Klopt. Ja, en dat je jezelf dan straf geeft omdat je daar weer irritaat. En dan pak je weer die Milka, want dan denk je, oh, ik heb het zo verdiend, ik heb zo'n roldag gehad. En nu weet je gewoon dat je dit met gewoon een reep Milka niet oplost. Alleen maar eigenlijk, ja, verergert. Dus ja, je maakt gewoon een andere keuze. En ja, dat vind ik echt wel heel cool. Vind ik wel heel tof. Ja, nou, echt fantastisch natuurlijk. Ik ga eens even kijken in de chatbox of we nog een interessante vraag hebben die we kunnen beantwoorden. Hier schrijft ook weer iemand. Ik krijg heel veel vragen dus ten aanzien van sport. En jij zei dus net al dat je daar eigenlijk natuurlijk voor het sporten niet eet. En dat vind ik wel heel interessant. Want jij doet dus echt best wel intensief sporten. Ja. En het is maar hoe goed jouw lichaam dat eigenlijk zelf oplost. Ja. Nou, ik ben ook eigenlijk, dat was ik vroeger altijd wel. Als ik op een lege maag ging sporten, dan werd ik tussentijds nog wel eens naar. Dat je gewoon bijna een blackout krijgt. Dat je soms echt moet gaan zitten. Dat je aan het tollen bent. En dat je bij jezelf denkt, oh, ik moet eerst wat eten. Want anders ga ik naar de vlakte.
En nu merk ik gewoon, en dat was dus vanmorgen, dat mijn hartslag gigantisch kan pieken. Maar eigenlijk daarna ook gewoon meteen weer stabiel, steady. Mijn ademhaling wordt weer steady. En je kunt weer door. En toen had ik echt zoiets van, huh? Ja. Ben ik dit? Dit is heel gek. Ja. Dit is heel raar. En vanmorgen kwam het er gewoon niet van om even rustig te zitten en mijn ontbijt te maken. Dat kwam pas eigenlijk een klein uurtje na opening van de winkel. Rond een uur of ja, 9:15, 10 uur was dat. En toen heb ik ook gewoon lekker getoast brood gemaakt met hummus, een klein beetje avocado en dan granaatappelpitjes. Ja, en daar heb ik zo intens van genoten dat ik dacht van, nou, ik neem gewoon 3 boterhammen. Maar dan zit je ook echt tot je lunch gewoon, zit ik vol. En ja, je gaat je ding doen. Je bent ondertussen ook helemaal niet meer met eten bezig. Ja, je hebt gewoon je volle focus op hetgene wat je moet doen. Precies. Ja. En dat dan dus echt de voordeel van die stabiele bloedsuikerspiegel, dat is dus exact dit. Ja. Dat je is oké, okay, het is klaar, het is afgerond, je Ja. kunt verzamelen. En het volgende moment dient zich uren later pas weer aan. Ja, klopt. Ja, want ik ben zelf best wel behoorlijk aan het fitnessen. En ik heb dat ook al heel lang gedaan. En ook de crossfit en het zwemmen. En ik was echt zo'n pre-workout. Oh Ja, ja. miepje. Weet je wel? En dan ga je dat een beetje ontleden. Wat op die verpakking staat, dacht ik, Jezus. Zoetstoffen, suiker, cafeïne. Ja, hallo, goedemorgen. Ja, vind het gek dat je lichaam aan is. En dat je na een half uur echt gewoon... Ja. Ja, ja en ja, dat sinds dat we ook geen zoetstoffen meer mogen in die challenge, heb ik dat eigenlijk allemaal geschrapt. Ik voel me zoveel beter, ik voel me zoveel sterker. Ja, Ja, okay. ja. Je hebt helemaal niet meer Je hebt je nodig. helemaal niet nodig. Heb je helemaal niet nodig. Is gewoon marketingtechnisch, is daar gewoon een heel slim trucje van ze. Ja. Ja, want ja, door die dip heb jij daarna die reep weer verdiend. En zo gaat die, dat heb je ook wel een beetje in de gaten nu. En dat vind ik dus ook wel heel tof. Dat je daarin ook weer leert van, oh, mijn lichaam kan zoveel meer als dat je zelf in gedachten hebt. En ja, ja, dus dat is wel tof. Wauw, echt fantastisch. Wat zou je tegen iedereen willen zeggen als laatste tip voor mensen die Oh, misschien twijfelen? joinen. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, weet je, het is het beste cadeau voor jezelf. En waarom? Dit kan je hele leven lang meenemen. Je krijgt hier sowieso geen spijt van. Want echt, serieus, iedereen die kijkt, als ik het kan, dan kan echt iedereen het. En dat zal eigenlijk ongetwijfeld iedereen zeggen. Maar ja, ik lag gewoon met een zak spek in bed. Omdat ik te lui was dan om naar de kelderkast te lopen. En voor hetzelfde geld kreeg ik trek. Dus dan had ik een spekje bij de hand. Weet je wel? En zo erg was het. En ja, ik ben hier heel blij mee. Ja, Ja. dus doen. Doen. Allemaal Ja. tegelijk. Ja, doen. Dat is ook echt, nou, wat je zegt, als ik het kan. En het is wel mooi, want jij zegt deze dingen die heel veel mensen niet uitspreken, maar die iedereen weet dat die er zijn. En Ja. ik heb ook een aantal uitgesproken in mijn communicatie en in bijvoorbeeld de e-mails van mijn e-book. En weet je, nog 5 minuten voor sluitingstijd even naar de supermarkt. Ja, we komen er allemaal niet voor uit, maar zoveel mensen herkennen Ja. het. Mensen herkennen die soort van rush die je hebt voor die suikers. Van oké, ik moet die suikers gewoon even eten. En die interne discussie. Ja, en dan naar wat jij nu vandaag allemaal zegt. Nou, het lijkt wel Ja. inderdaad een wereld van verschil. Ja, ja, het is heel bijzonder. Want nou kijk ik ook of mijn badpak in mijn tas zit. In plaats van of er een reep in mijn tas zit als ik ga zwemmen. Ja. Ja, ja. Dat is niet meer het belangrijkste. Nee, precies. Je weet gewoon dat wat daar dan ook is in die tas, je redt het toch wel tot die Ja, maaltijd. klopt. Uit, ja. Klopt. Ja, dus ja, ik vind het heel bijzonder om mee te maken. Ik heb je al 100 keer bedankt. Maar nogmaals, daar ben ik heel dankbaar voor dat je op mijn pad bent gekomen. En het is ook wel heel erg tof om te zien dat ook gewoon in mijn omgeving. Tuurlijk krijg ik van sommige mensen echt veel weerstand. Dat ze je voor gek verklaren. En weet je, het is niet voor niets in een product gestopt. Ja. Als je dat wil blijven geloven, dan ook be my guest. Je gaat dat niet continu blijven herhalen. En je gaat ook mensen niet pushen om het te gaan snappen. Hun tijd komt misschien nog wel.
Maar ik krijg ook weer van andere mensen, bijvoorbeeld in mijn crossgym, van goh, hoe zit dat nou? En die vinden het allemaal wel rete interessant. Ik zeg, nou ga er volgen. Een aantal zijn je ook gaan volgen. Ja, en daarin zegt ze, oh, ze zegt echt wel hele nuttige dingen. En ja, daar kan ik ook wel echt wat verder mee. Dus ook met al jouw, ja, jouw veldwerk, al jouw zoektochten in materie. Ja, ik ben daar zo blij voor en zo dankbaar voor. Ja, nou, en uiteindelijk wil ik vooral jou bedanken dat je inderdaad de stap hebt genomen, dat je jezelf deze kans hebt gegeven om dit aan te gaan. En wat je al zegt, je neemt dit mee in de rest van je leven. En ja, al deze informatie die valt nu op een bepaalde manier zo op zijn plek, dat alles wat er nu nog gaat komen, dat kun jij managen, omdat je gewoon precies weet, ja, maar wacht even, want ik snap hoe ik naar zo'n product ga kijken en ik weet het nu wat ik met me kan. Ja, en dat... Ja, dat is zoveel waard. En deze ervaring neemt niemand je meer af. Nee, klopt. En wat ik dus ook nog wel tegen de mensen wil zeggen, is dat je dus niet alleen Lieke, zeg maar, als coach krijgt of een filmpje, maar vooral dat handboek wat erbij zit, dat heeft mij zoveel tools gegeven en zoveel handvaten. Ja, echt, ik ben zelfs met een markeerstift, net zoals in de brugklas, weet je wel, van denk ik, oh, dit vind ik interessant. Oh, maar dit vind ik ook interessant. En oh, dit wil ik eigenlijk ook nog wel weten. En je gaat daar ook je eigen onderzoek weer op starten. En je hebt dan bepaalde mensen die je ook volgt via Instagram. Ja, die ben ik ook gaan volgen. En dan denk ik, oh, er komt zoveel terug. En al die puzzelstukjes vallen nou eigenlijk gewoon een beetje in elkaar. En ja, dat is echt super, super tof om dat mee te maken. Ja, we maken met z'n allen een movement. En steeds meer. Steeds gelukkig. Meer. Ja. Gelukkig. Ja. Nou, wil ik jou nogmaals enorm bedanken. Ook voor het delen van jouw verhaal hier. Echt super. Graag gedaan. Graag gedaan. Jou te doen. En ja, nou, jij nog lekker een weekje te gaan. En daarna natuurlijk nog heel veel. Maar met een mooie en gezonde nuance. En nogmaals, ik vind het ook wel mooi om erbij te zeggen van dat het voor mij na die 30 dagen dus ook gewoon niet afgelopen is. En in de eerste week zag ik dit als een challenge. En nu zie ik het eigenlijk al gewoon als een betere manier van leven. En ja, het is geen challenge meer, want een challenge vind ik een uitdaging. Het voelt al niet eens meer als een uitdaging, omdat het gewoon een gewoonte aan het worden is. Ja, en dat is gewoon super tof. Dus ja, iedereen die nu nog twijfelt en ook aan het kijken is, gewoon doen. Ik zou het echt doen, want het is de beste investering die je jezelf kunt doen. Ja, je krijgt er zoveel voor terug. Echt heel fijn. Supermooi. Enorm bedankt nogmaals. Graag gedaan. Jij ook. Wij spreken elkaar sowieso nog, maar... Ja, topper. Voor het delen van jouw verhaal hier live. Topper, dankjewel. Graag gedaan, fijne avond. Fijne avond, doei allemaal.